Een hele goede morgen en welkom bij weer een gloednieuwe dagvlog. Vandaag beginnen we de dag vanuit het huisje, of het appartementje moet ik eigenlijk zeggen, van Rafa en Lorena. Antonio die is zich even achter mij aan het omkleden, dus ik hoop niet dat hij... Denk wie daar ook het grabando, amor, hè? Oké. ¿Estás hablando con ese pantalón o el negro? Ese porque yo también tengo uno así. Pero me voy a poner la rebeca y esta zapatilla. Sí, me gusta. No sé. No lo que quiera. ¿Por qué me lo preguntas entonces? Maar we gaan nu even lekker ontbijten. En dan gaat Tony daarna weer even op zoek op appartementenjacht. En dan ga ik 10 kilometer hardlopen. Of althans, dat is mijn doel vandaag, 10 kilometer. Maar dat wordt wel pittig, weet ik. Want ik heb hier alleen maar harde ondergrond. Ik kan niet op het gras of zo rennen, want het is hier echt stad. En ik weet niet of ik last ga krijgen van mijn blessure. Dus een beetje afhankelijk daarvan ga ik besluiten of ik wel of niet 10 kilometer ren. Ik heb in ieder geval mijn hardloopoutfit en zo allemaal mee. Want gisteren heb ik niet gesport, dus ik wil heel graag sporten. Dat is... En ja, ik weet niet. Ik ben echt gewoon zo blij wakker geworden. Want ik heb nog steeds de hoop dat we dus dat appartementje in kunnen. En er lijkt gewoon een beetje eindelijk een end te komen aan dit gedoe de hele tijd in Boegelandse. Dus daar heb ik heel veel zin in. Trouwens, Tony heeft gisteren dus haar geknipt. En dat heb ik jullie gisteren nog niet laten zien. Dus dat ga ik jullie nu even laten zien. Ik weet niet waarom ik dit handje zet zo hier. Maar goed. Kijk wat goed. Leuk. Ik zei dat hij zijn baard heel erg kort moest doen. En hij heeft nu bijna geen baard meer. En dat vind ik echt mooi dat hij had. En dat vind ik hem echt zo goed staan. Geef het ook alweer eens van je. A un otro lado. Otro lado, digo. Joder. Antonio is nu even een lekker ontbijtje halen. Een pitufo. Pitufo is iets typisch uit Malaga. Dat zijn zeg maar kleine broodjes. Met bijvoorbeeld tonijn of ham. En ik neem dan altijd tonijn met... Oh, daar komt hij al. Ik neem altijd tonijn met tomaat. Ik hoop dat het hem gelukt is. Hij abierto, no? Ahora? Ahora? Hay que botón. Si yo le dao ahí. Daar is Toon met de bestelling. 2 zwarte koffie. En... A ver, ábrelo. Ayúdame. ¿Qué que trabajo en equipo, eh? ¿Cuál es mío? Uno de los dos. ¿Qué has pedido tú? El más bueno. ¿Cómo huele? Con cebolla. Yo creo que este es tuyo. Madre mía, no sé qué has pedido, pero... Yes, deze is van mij met tonijn en tomaat. Gracias, amor. Zo, ik heb me eindelijk omgekleed. Renshirtje aan. Renbroek aan. Deze is van Adidas. Hoe leuk is deze? Ze zit wel een beetje strak hier op mijn kuit. Maar verder zit die top. Ik ga even wat yoga doen. Even rekken en strekken voordat ik begin. Want wat ik al zei, ik wil echt best wel een lange afstand lopen. Dus ik hoop echt vandaag dat het erin zit. Laten we duimen. Het is in ieder geval prachtig weer om hard te lopen. Want het is niet te warm, niet te koud. Zoals je ziet schijnt de zon niet echt. Maar het is niet aan het regenen of zo. Dus het is echt perfect. Laten we hopen op het beste. We staan in de lift. Ik ben ready to run. Tony gaat mij lekker afzetten. Je mag zeggen in de playa, ¿verdad? Qué chulo tu pelo. Ahora lo podemos ver bien. Me encanta. Chicle. Hoofd zul je het wel kunnen zien. Ik heb lekker gerend, 10 kilometer, maar het was echt super, super, super zwaar, want er was zoveel wind. Op een gegeven moment durfde ik niet eens meer vlak naast het strand te lopen, omdat ik echt gewoon bang was dat er een palmboom zou omwaaien. Ze hadden het strand ook helemaal afgezet, omdat de golven gewoon echt tot het randje van de boulevard kwamen. Dus, nou ja, ik ben blij dat het erop zit, 10 kilometer. We gaan nu lekker terug naar het huis van Rafa en Lorena. Ga ik me even douchen en opmaken, want het is nu inmiddels alweer 4:30 en ik loop nog steeds zonder make-up. Ja, zet je doet dat, zet je voor de shopping, hè, man? Sí. Ahora después enseñamos el pantalón que has comprado, a ver. Zo, daar ben ik weer. Inmiddels hebben we opgemaakt en omgekleed. Gelukkig, want het was flink nodig. Maar zoals je misschien kunt zien, zitten we nu in de Mac. Het is namelijk alweer 6 uur. Tien voor 6:30 zelfs. En we hebben dus nog niet gegeten behalve het ontbijt. Super slecht. Maar we zijn er gewoon niet aan toegekomen vandaag. Doen we run, et cetera. Helemaal vergeten. Maar het vervelende is, je zou zeggen in Nederland is het etenstijd. Dus is alles open. Maar dat is het niet. Want hier is de lunch rond 3 uur. En pas rond 10, 11 uur vanavond gaan de restaurants weer open. Dus er is gewoon nu niks te krijgen behalve fastfood. Dus we zijn nu even naar de Mac gegaan. Maar ik kwam er gelukkig achter dat ze tegenwoordig wraps hebben met gegrilde kip. Dus dat is niet van die kipnugget kip, zeg maar, om even zo te zeggen. Dus dat is ook prima met patatas deluxe. En dan gaan we even lekker genieten en eten, want ik heb me toch honger. Ik kan een heel paard op. There it is, voor hem.
twee hamburgers met patatjes. Voor mij patatjes deluxe, die hij nu opheet. En de wrap. Ik ben heel benieuwd hoe deze er dus uitziet. Want dit is dus een, nou kijk, ik noem het geen healthy, maar het is wel een iets betere optie. Er zit gewoon echt kipfilet op zoals je ziet. En wat bacon, dat is wel wat minder. Zo is die nog healthy ook. Ik heb de bacon er even afgehaald, daar hou ik niet zo van. Maar prima, lekker is hij, hij is goed gekeurd. Hier in Spanje kun je dus, is het gewoon de normaalste zaak van de wereld om koffie met ijs te vragen. Dus dit is een koffie, zoals je ziet. Maar er is een hele grote toef ijs op gekwakt. Lekker hoor, heel romig. We zitten lekker bij een tentje, wat we gaan namelijk avondeten. Het heet Die Bokken en het ziet er echt super, super leuk uit. Het is inmiddels al 9 uur. Ja, 9 uur precies. Ik heb nog niet echt honger, want we hebben 2 uur terug natuurlijk een Big Mac menu opgehaald. Dus ik denk dat ik of niets neem of misschien iets meepik. Maar sowieso is het wel een leuk tentje om te onthouden. Ik zal het even hier in de link ook zetten. Het heet dus Die Bokken en ze hebben echt van alles. Je kunt ze ook even op Facebook bekijken. En ze hebben hele lekkere salades, zeiden Rafa en Lorena al. Maar ook lekkere broodjes en pizza's. En ze hebben echt van alles. En het ziet er super leuk uit. Zo, Tony heeft zojuist een burger besteld. Die is echt super groot. Ziet er zo goed uit. En die salade ook. Texas salade. We gaan alvast een frietje van hem stelen, want hij is er nu even niet. Dus dat doen we gewoon. Oh, wat? Daar ben ik weer. Het is inmiddels al best wel laat en we gaan alweer richting het huis van Rafa en Lorena. We blijven dus toch nog een nachtje slapen, want het is inmiddels best wel laat geworden. Maar ik baal echt enorm. Ik kreeg net een berichtje van dus de makelaar dat het gezin er toch, of dat die mevrouw er toch voor heeft gekozen om dus het appartement te verhuren aan het andere echtpaar dat er was. En dat betekent dat wij dus onze zoektocht voort moeten zetten en weer zonder appartement zitten. Dus ik baal echt enorm. Maar hey, niets aan te doen. We gaan gewoon morgen weer verder. Gaan we weer langs een paar makelaars. En dan zien we vanzelf wel of we iets vinden. We gaan nu nog even naar binnen, even boven wat drinken met onze vrienden. En dan gaan we alweer een eind breien aan deze dag. Dus dankjewel voor het kijken. No, hace falta. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond. Een beetje jammer van het appartement. Maar hey, we blijven positief. En dan zie ik jullie in de vlog van morgen. Doeg!